De commissie Homeless People moet oplossingsmodellen bedenken om het vraagstuk van de dak- en thuislozen structureel en duurzaam aan te pakken. Deze commissie is op donderdag 4 maart geproclameerd. Het doel van de commissie is om te komen tot een plan hoe de mensen die thans nog op straat verblijven, in de samenleving bekend als dak- en thuislozen, opgevangen en begeleid kunnen worden. Een commissie van deskundigen en deze mensen zullen nadenken, een plan produceren hoe wij dus de mensen die thans nog op straat wonen, verblijven, zich ophouden, de mensen die wij in Suriname kennen als de groep thuis- en daklozen, volksmond ook wel bekend als zwervers. Persoonlijk vind ik die naam natuurlijk niet correct. Het doet me zeer als we mensen die op ons lijken, weliswaar, categoriseren als zwervers. Ik vind het een negatieve benadering. Ik heb er heel veel moeite mee. Vandaar dat ik een beetje gekozen heb voor een chique naam, homeless people. Hoe zal het werkproces allemaal eruit zien om deze mensen dan te benaderen of toch te overtuigen om dus dan een ander pad op te gaan om ze een tweede kans te geven? Dus met alle deskundigen hier vandaag aanwezig, vanuit de verschillende ministeries ook, vertegenwoordigers, mensen met ervaring, deskundigheid, gaan we nadenken hoe we deze mensen dan kunnen opvangen, begeleiden en een stukje resocialisatie kunnen aanbieden, zodat deze mensen natuurlijk geleidelijk aan weer terug kunnen keren in onze samenleving. Het zijn veelal jonge mensen en wij hebben als land in opbouw nu mensen nodig die ook ingezet kunnen worden om mee te helpen om dit land te helpen opbouwen. Maar ik heb me veel meer bezig gehouden met de psychiatrie aan de Letiste Frieselaan, waar ik in mijn tijd als officier gewerkt heb. Ik dacht, ben ik als 12, 13 jaar. Als het over deze problematiek gaat, wat er moet gebeuren, is de problematiek wat we hier hebben, onze binnenstad. En ik moet u zeggen, ik heb een andere kijk op de zaak dan de meeste mensen, want het toerisme begrijp ik wel, maar het zegt mij minder, omdat ik niet het hulp wil bieden uit hoofden van toerisme. Onze mensen hebben het recht om geholpen te worden vanuit deze situatie. Het is een onmenselijke situatie en niet omdat toeristen last van hebben, moeten we ze helpen. We moeten ze helpen omdat Surinamers daar niet horen te zijn. Simpel. Een Surinamer hoort geen hondse leven te leiden. Afgelopen week sprak ik met een goede collega die nu directeur is van Stinasu. En hij heeft heel lang werk verricht om de mensen van straat te halen, naar LPI te brengen, de mensen daar te laten baden, echt een goede beurt te geven. En hij gaf nog een voorbeeld en ik zei van Kenneth, ik heb een meeting hier, ik ga het aanhalen als voorbeeld. Hij zei van, we hebben een proef gedaan, we hebben de mensen totaal verzorgd en daarbij onder de bon gebracht. En niemand is uit de buurt gegaan. Het leek op normale, gezonde burgers. En daarna hebben ze een test gedaan met iemand die gewoon van de straat gepakt. En iedereen nam afstand. Iedereen ging ver staan van de mensen. Waarom ik dit voorbeeld heeft mij aangesproken. Reden genoeg dat wij alles in het werk moeten stellen, dat deze mensen krijgen wat nodig is. En dan kunnen ze weer in het maatschappelijk proces. En hij gaf ook een keertje een voorbeeld. Ze hebben één zelfs meegenomen tot naar Awaradam. En die meneer, er zit potentie in de mensen. En die meneer heeft dat heel oord alleen op zichzelf geschilderd. Dus het zijn kunstenaars, het zijn harde werkers, maar die hebben die push nodig, die hebben de, hoe je dat weer, richting nodig. Dit project is eigenlijk, de bedoeling hiervan is om de mensen te ondersteunen. Zal er ook werkgelegenheid gecreëerd worden voor ze?
Ja, klopt. De mensen zitten daar niet voor zich uit te staren naar de Suriname rivier. De mensen hebben een zinvolle besteding van hun dag. De mensen krijgen de gelegenheid om te planten. Ik wil ook helpen om te kijken of we de mensen ook kunnen laten kweken. Zodat ze ook kippenteelt kunnen doen, eieren en dergelijke. Want het mooie van dit geheel is dat de producten die ze zelf verbouwen, dat die producten dan terug kunnen komen naar de markt. En zodat de mensen ook wat centjes terug kunnen verdienen. Zodat ze ook langzamerhand ook leren sparen. Want het is namelijk zo, als de mensen op een goed moment de plek weer gaan verlaten, ja, dat ze natuurlijk met een bagage vertrekken natuurlijk. Ook wat geld om te investeren. En zodat ze geleidelijk aan weer helemaal volledig zelfstandig kunnen worden. Want wat we vooral niet willen hebben, is dat we de mensen afhankelijk gaan maken. Zodat ze een permanente verblijf daar zullen hebben. Want het is niet de bedoeling dat wij de mensen gaan deporteren. Laat ik dat gelijk hier erbij zeggen. Dit initiatief ondersteunen we vanuit de VSH, kan ik dat meegeven. En we kijken uit op wat voor manier we verder invulling kunnen geven. We hebben al gezegd, organisatorisch is zeker iets dat we mee kunnen helpen. Management van zo'n project, om daadwerkelijk ook een uitstraling te geven van niet alleen de overheid, maar ook de private sector. En dan kan je dus dan naar mogelijke financieringsideeën, als het nou lokaal is of internationaal, kunnen we dan misschien een sterkere beeld uitstralen dat dit project efficiënter en op de woorden van daadwerkelijk iets doen voor een keer zien te realiseren. Niets is gegarandeerd in ons leven, maar proberen moeten we altijd en de VSH staat erachter. Ik ben ook letterlijk en figuurlijk hier aan de Kleine Waterstraat toen ik nog een ukkie was. Liep ik daar rond bij het vat en heb de hele ontwikkeling ook meegemaakt. En ik wil altijd, geef ik aan de ondernemers mee, dat het in het begin, dat je denkt dat het goed is dat je die man een gunst of een dienst bewijst door een bepaalde werkzaamheid te doen. Het zij je stoelen opstapelen, het zij vegen. En dat je daarvoor in ruil een bordje eten geeft. Maar het zijn wel deze mensen die daarna voor de kleine inbraken zorgen. En die een stukje overlast met zich meebrengen. En vandaar is het natuurlijk belangrijk dat ze en die begeleiding krijgen. En dat we ze ergens opvangen. Dus als voorzitter van de sub en de bedrijven die zich hier begeven, probeer ik ze altijd te zeggen, doe het niet. Want je denkt dat je de mensen ondersteunt, maar je ondersteunt ze indirect niet. Want ze, uiteindelijk vormen ze ook een stukje overlast. En als ik kijk naar de huidige ontwikkeling met COVID, zie ik er een heleboel nieuwe gezichten bij. Dus ik denk dat het een probleem is die zich altijd zal blijven voltrekken. Want je hebt een groep opgelost en zeker met de huidige situatie zie je er een heleboel nieuwe, jonge mensen die erbij komen. Maar om van mijn kant het geheel een beetje af te sluiten, tenminste, ik ben bereid om mijn schouders daaronder te zetten. En het is ook moeilijk, maar we zijn natuurlijk een beetje de vertegenwoordiger van de bedrijven hier, die zich hier begeven. Dus wij zullen op onze manier onze bijdrage geven aan het project. En ik hoop ten eerste, en ik ga ervan uit, dat het een succes wordt. Met betrekking tot de daklozen is dat iets wat wij niet in één dag gaan kunnen oplossen. Maar dat wat wij doen moet er structureel gedaan worden. Ik hoop dat er eigenlijk al een draaiboek in de loop der jaren gemaakt is vanuit de overheid hoe het opgelost zou kunnen worden. Ik zie dat meneer Amstelveen daadwerkelijk in uitvoering brengt. Datgene wat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren. Ik ben er heel blij mee. En ik denk dat wij als Hotel Waterkant 78, ons bijdrage willen leveren als ondernemer om op lang termijn te komen tot goede resultaten in het geheel. En al wat daarvoor nodig is, de groep ondernemers moeten zich bundelen, maar het moet voor lang termijn zijn. Kort termijn is geld naar zeedragen, water naar zeedragen. Het heeft geen zin om op kort termijn dingen te doen. Laten we gaan voor langtermijnplanningen. En samen met de overheid en de ondernemers. En u vindt mij daarin.
additionele informatie. Nou, natuurlijk, ik hoop dat de samenleving met deze stap natuurlijk heel erg content zal zijn. We weten dat de samenleving, en dat is elke dag weer het geval, u en ik, we lopen in Suriname, in Paramaribo, we rijden rond en we zien de mensen om ons heen. En het is geen mooi gezicht, niet alleen voor u, ook niet voor mij, maar ook voor onze gasten die straks wederom op bezoek kunnen komen. We denken aan de mensen, de toeristen natuurlijk, die straks hier willen komen. We denken ook aan een stukje veiligheid, dat we moeten helpen oplossen. Een stukje ordening in die samenleving, maar een stukje rust, dat is ook heel erg belangrijk. Want op die manier kunnen we werken aan een goed Suriname.